Van de Russische geheime dienst voorkomen. Vier Russische spionnen willen in april dit jaar die aanval uitvoeren. Digitale manipulatie en sabotage vormen een serieuze dreiging. En die dreiging die speelt zich niet alleen af in het verre buitenland. Die dreiging speelt zich ook gewoon af bij ons in de straten, in Den Haag of in welke andere omgeving dan ook. De GRU, de Russische Militaire Inlichtingendienst, is actief hier in Nederland. En het is belangrijk dat wij samen met onze partners deze dreiging weten te blijven bestrijden.